De gemeente en woningcorporatie Rochdale gaan honderden woningen slopen en opnieuw bouwen in de kolenkitbuurt in West. De huizen zijn in slechte staat en steken schril af bij het vernieuwde gedeelte van de wijk, aldus de gemeente. Bewoners kunnen zich daar enerzijds wel in vinden. Ja, alles krakt enzovoort, ja, muren die schimmelen. Net netjes, ze niet netjes, ja. Want ze hebben allemaal houten vloeren en dat is heel gehoorig, dus ik zou er wel blij mee zijn. Voor een nieuwe woning. Maar maken zich ook zorgen over hun terugkeer naar de buurt. Ik zit nu op een huur van 500. En dan zal het wel 800, 900 euro worden. En daar ben ik niet blij mee. Ja, ik ben hier 40 jaar. 40 jaar? Ja, maar die verhuizen is eigenlijk een beetje moeilijk. Verhuizen, alles kost geld. Ik denk dat het een buurt wordt voor Juppen. Dat denk ik. Niks te doen, maar dat is eigenaar, hij wil zo. In totaal zullen er 222 woningen worden gesloopt en komen er 385 nieuwbouwwoningen voor terug. De bewoners van het Piet Paaltjenspad moeten er sowieso uit, want die huisjes krijgen een andere maatschappelijke bestemming. Ik moet vertrekken. Langzamerhand. Ik heb bericht gekregen. Deze woningen, ze passen niet meer in deze tijd. Dat heb ik gelezen. Het is wel jammer, het zijn wel leuke huisjes. Zeker als je alleen komt te staan, dan is het lekker. En de winkelcentrum is vlakbij. Dus dat ga ik wel missen. De eerste sloopnieuwbouw zal naar verwachting eind 2025 kunnen starten en tot halverwege 2029 duren.